Nee, hier zit dus net zoveel nicotine in als in 6 pakjes peuken. Oh echt? Ja. 6 pakjes? Ja. Ik had 1 pakje, maar het is 6 pakjes. Het begon allemaal in 2020 voor mij. Het gaat eerst nog voor mij. Oh, het is een presentatie! Ik had eerst een appartement in de Baarsjes. Dat was niet echt een heel... dat was een onderhuurappartement, was leuk. Toen kwam ik erachter dat ik niet alleen wilde wonen. Ik dacht van, nou, het zit toch niet lekker. Het was leuk, maar ik miste nog... Dit is mijn outfit. Super mooi. Ik ben letterlijk zo uit mijn bed gerold. Ik ben nu onderweg naar Rose Cycle. De zaterdagochtend 7:30. Yeah. Nee. Ik wilde eigenlijk ook een andere outfit aandoen. Ik wilde een grijze blazer doen met een grijze pantalon. Alleen die grijze pantalon kon ik niet vinden. En wat ik dan doe is, ik ga de hele kast uit elkaar trekken en dan is het weg. Ik heb ook geen zin om op te ruimen, want ik wil eten. Maar laten we ontbijt maken. Wow, ik sta een beetje... Ik denk dat ik protein pancakes ga maken. Maar ik ga even... Ik heb zin in aardbeien, dus ik ga even aardbeien halen. Oké, ben ik weer. Ik kon nog geen aardbeien vinden. Wat ik wel heb gevonden is een kaasbroodje. En daar had ik zin in. En als je ergens zin in hebt, jongens, dan kan je het gaan eten. Maar ik ga nog steeds meer protein pancakes maken. Die wordt niet mijn ontbijt. Als iemand vraagt bij mij thuis, hey, mag ik een snoepje? Ja, wat wil je? Een hair and skin snoepje. Apple cider vinegar snoepje. Multivitamin snoepje. What do you want? Dat was grappiger in mijn hoofd dan toen ik het zei. Ik ga dus weer verhuizen. Het is echt een mooi appartement. Ik krijg dus weer tot maandag en ik moet uiterlijk donderdag hier uit. Ik heb nog niks gedaan. Weet je? Ik ging laatst gewoon even bijhouden hoeveel water ik drink op de dag. En ik dacht dat ik altijd rond de 2 liter nodig had. Maar ik heb echt rond de 3 liter water per dag nodig. En hoe ik het zelf merk is heel erg met mijn blaas. En dan voel ik gewoon als ik de volgende dag niet voldoende drink dat ik een blaasontsteking krijg. Deze snoepjes zijn echt lekker. Ik zou het gewoon allemaal aan. En weet je wat ik ook wil zeggen? Het is nu best wel mooi weer en iedereen gaat naar buiten en doet leuke dingen. En op een of andere manier word ik daar juist weer van geconfronteerd van, oh shit, moet ik ook niet leuke dingen doen buiten. Want ik ben gewoon best wel een, ja, ik doe gewoon best wel vaak niks. Ik weet niet. Maar misschien ook omdat ik gewoon veel train. Maar ik ben niet zoveel buiten en daar baal ik wel van. Ik kan geen olijfolie vinden, maar ik had laatst olijfolie gekocht. Ik heb hier walnootolie. Ik weet niet of dat kan. Kan je met walnootolie bakken? Gebruik het dus niet om te bakken. Well, oh, it's a little bit too late now. Off topic. Wisten jullie dat een bramer zo van binnen uitzag? Ik niet. Oh, deze zijn zo lekker. Ik heb de laatste tijd een beetje buikpijn rechts onderin mijn buik. Alsof het bij mijn eierstok is of zo. Het doet best wel veel pijn en ik weet gewoon niet zo goed wat ik er tegen kan doen. Het is geen buikpijn wat ik krijg door eten. Het is echt zeg maar een soort van ongesteld buikpijn, maar dan echt rechts onderin. Niet zo fijn. Inpakken is best wel lastig. Want ik moet eigenlijk ook nog heel veel wasjes draaien. Laat ik nu gelijk een wasje draaien. Waarom ik weer ga verhuizen. Voor alle kijkers die mij al langer dan een jaar kennen, weten wellicht de reden al. En dat is dat er 2 keer vorig jaar bij mij is ingebroken.
een huis moet een veilig gevoel geven. En wanneer een huis geen veilig gevoel geeft, dan kan je het niet echt meer thuis noemen. Dus wij gingen weer weg. Dan is weer de vraag, waarom ging je niet samen met je huisgenoot een huis zoeken en waarom alleen? En dat is omdat ik weer alleen wilde wonen. Vorig jaar was ik best wel zoekende. En dit jaar ben ik klaar met het zoeken en ben ik klaar om gewoon het leven te creëren wat ik wil. En dat doe ik alleen. That's the reason. Okay, let's continue. Alrighty, let's go. We gaan er vandoor. To the boxing event. De vrouw van mijn coach gaat nu vechten. Ik vind het een beetje ongemakkelijk om te vloggen daar. Maar ik neem jullie wel mee. Oké, ik ging eerst naar kickboksen. En toen uiteindelijk ging ik naar Nederland een oefenwedstrijd. Dat was cool. Waarom doe ik dit? En nu moet ik meer verhuisdozen halen. Dus ik ga even langs de Action lopen. Want volgens mij hadden ze daar verhuisdozen, maar ik weet niet zeker. Ik heb vandaag ook al getraind, kickboksen. Ja, want ik moet meer verhuisdozen hebben. Ja, nee, komt goed. Ik heb de verhuisdozen. Ga ik er lekker een knotje in doen. Wat was dat voor geluid? Ik ga beginnen met mijn Gymshark kleding, denk ik. Want ik denk dat dat gewoon het overzichtelijkste is. Dat ik gewoon één doos maak met allemaal sport BH's. Ja, ik denk het wel. Oké. We moeten zo'n doos in elkaar zetten. Dit is de eerste keer dat ik zeg maar echt zelf een appartement kan indelen. Echt voor het eerst. Want waar ik nu woon is een gemeubileerde woning. En mijn vorige woning waar ik ook eventjes in heb gewoond was ook gemeubileerd. Last weekend of summer. Ik weet niet hoe ik dit heb gewassen, maar dit is niet goed. Al mijn sportkleding is van Gymshark. Gymshark is echt... Ik heb een linkje. Als je dan geïnspireerd bent of geïnfluenced door mij, dat je dan ook mijn linkje gebruikt, want dan kan ik dat zien, zeg maar. Heb ik het nu al gescheurd? Ik ga denk ik nu gewoon even een podcast luisteren. Mij lijkt het ook nog wel leuk om een leuke podcast te luisteren, wat weer te maken heeft met voeding en fitness. Als jullie daar een aanrader voor hebben, let mij know. Wat denk ik wel echt een van mijn guilty pleasures zijn. Massen. Weet je waar ik net dit over nadenk? Daar moet ik het inpakken. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Dat is heel normaal. Iedereen dat wel eens heeft van waar sta je voor? Wie ben je? Waarom doe je wat je doet? Maar ik denk zeg maar als influencer zijn dat het nog extra confronterend is. Omdat... degene waar jij voor staat, hetgene wat jij doet, dat is ook degene die jij laat zien. En je kan er bewust voor kiezen hoe je jezelf laat zien. Waarom volgen mensen mij eigenlijk? Wat willen ze zien? Waarom volgen ze mij? Fitness, voor mijn persoonlijkheid, voor mijn... I don't know. Schoenen, jassen... het is echt gewoon zo'n chaos. Wasjes. Zomers ook kijken, hoe zijn dat meest volgend jaar? Deze kan je ook over 4 jaar nog mooi vinden. Ja. Er staat die Tori aan trouwens. Zou je misschien wat verhuisdozen willen meenemen? Nee, je moet een touw pakken. Dan moet je ze op de achterkant van je huisdrager binden. Nee. Oké, thank you. Love you. Jongens. Vandaag is de dag dat ik ga verhuizen. Spannend. Ik heb een plan die niet doodgaat bij mij. Dichte pot? Ja. Daar ligt bij. Ja. Fight for hours just to please you. You don't know how.
Oké, ik moet nu alle brieven en alles sorteren nog. Schrikkelijk. Maar ik heb het volgens mij wel een beetje gedaan. Ik heb wat FOMAR-tassen gehaald. Voor de laatste dingetjes die ik toch nog besluit mee te nemen. Wat verjaardagkaarten. Ik heb net gratis McDonald's gekregen. Mijn huisgenootje is fucking brak. Ze ging naar Oud opnieuw. Dat is echt zo'n fucking lijkfeest in Amsterdam. Ik wil er wel een keer heen, maar elke keer dan... Als ik uitga, dan wil ik wel goed uitgaan. Ja, en ik sport gewoon veel, dus dat kan niet altijd. Het is nu 1:30 s'avonds. 11:30 s'avonds. En dit gaat naar mijn ouders toe. En daar wachten we nu op. En het is 11:30. Laatste woorden in ons oude appartement. Dolce Vita. Dat was hem dan. Dit zijn onze laatste stappen in het appartement. Dat is niet waar. Ik moet nog één keer terug voor het alarmsysteem. Voor mij wel de laatste. Ik wil het huis bedanken voor alle mooie momenten. En naast de vervelende momenten heeft hij ook bescherming gegeven. Jammer dat je... Sommige mensen niet buiten komen. Het was een mooi avontuur. En we gaan nu door. En we sluiten dit hoofdstuk goed af. Jesus name. Amen. Naam van mijn vader, zoon, Heilige Geest. Amen. Amen. Ik wil jullie voor nieuwe vriendin. Nee, ja, het is echt lelijk wel. Hoe mijn huis er nu uitziet. Ik heb me nog nooit in mijn leven zo chaotisch gevoeld. Zeg maar, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen en wat ik moet doen in mijn kleding. En...